Nou, Poes de neuspiercing is dus net afgevallen. Dat is natuurlijk niet fijn. Dus die is even zoeken. En, wow. Oh ja, hij zit erin. Yes, ze heeft hem. Ik hem even uitlaat anders. Kijken. Ja, hij zit in mijn masker. Oh, wacht. Zie je hem? Ja, yay. Nou, gaan we dus zo hieronder. Dan liggen hier eieren. Daar. En helemaal daarachter. Dus we gaan even kijken wat we op kunnen ruimen. Wij zijn goed beschermd. Echt goed beschermd. Gaat helemaal goed komen. Ik vind het wel eng. En echt, echt walgelijk. Blijven zitten. Oké. Okay. Nee, er kwamen dus allemaal pluisjes in mijn mond. Had jij dat niet? Nee, ik heb wel pijn in mijn lippen. Ja. Ik ben aan kwijlen. Oké. Okay. Ja. Ja. Lukt het? Ja. Oké, okay. Nou, overhandig ik Charlie aan jou. Kom weg, hè? Nee, we moeten de eieren laten zien. Oké, okay, Poes. Ja. Daar gaan we. Ja. Zet hem aan, ja? Oké. Okay. Ja. Maar ik kom niet. Oké, okay, wacht. Oh. Oké, okay, daar begint het al. Zie je iets? Ja, wacht daarvoor. Even zoeken. Oh! Hoe houden we dit dan op? Oké, okay, het ligt dus echt helemaal vol onder ons huisje. Maar het ruikt niks, jij? Nee, nog niet. Oh mijn god. Oké, okay. Dat is één. En daar ook nog. En hier ook. Oh. Oké, okay. Mag ik een attribuut, Poes? Ja, momentje. Heb je hem al gezien? Gefilmd in welk licht? Ja, nog een keer. Oké. Okay. Ja. Gaan we beginnen. We beginnen hier. En ik ruik helemaal niks. Yes. Oké, okay, doe hem weg, ja? Ja. Oh, Poes! Huh? Ik ben uit mijn overal gescheurd. Poes! Ja? Ik ben uit mijn overal gescheurd. Nee, dit ben je niet. Ja, ik zweer het. Waar ben je? Ja, hier. Ik moet nog een vuilniszak pakken voor je. Kijk, uit mijn voet. Oh, nee. Nee, dat is niet gescheurd. Oh, dat dacht ik. Gewoon je schoen komt er nu deels uit. Dus moet ik met handschoen, hoor. Moet ik ze met mijn hand pakken? Nee, toch? Nee? Nee. Oh, dit is heel moeilijk met handschoenen. Deze is gescheurd, of niet? Ja. Nee. Hier hebben we niks aan, toch? Als die gescheurd is. Nee. Uh-oh, is de laatste. Wat? Ja? Wie is dat? Andrea. Oh. Oké. Okay. Wat? Ja. Oké. Okay. Zo, die is nog best wel zwaar. Oké. Okay. Die kunnen we goed gebruiken voor voorin. Moeten we daar beginnen? Ja, nee, hier toch? Yo, deze ligt heel dichtbij, hè? Schoffel dan? Wat? Schoffel? Ik weet het niet. Ik heb dit nog nooit gedaan. Oké. Okay. Anders doe ik ze hiervoor wel. Oké, okay, doe ik ze daarachter. Ja. Ik zou het niet met de schoffel doen, ze gaan hem ploffen. Oh, wat moet dan? Ik zou het met netje doen. Netje wel, oké. Okay. Helemaal? Ja. Ook al zijn ze dichtbij? Ja. Oké. Okay. Oké, okay, hou jij het zelf aan omhoog, Poes? Andrea is natuurlijk gevorderd, hè? Ja, daarom. Oh, ik krijg een loopneus. Oké. Okay. Ready? Ja. Ik ruik niks, jij? Nee. Oké, okay, er komen de eerste paar eieren. Jezus, het is nu... Ik heb geen oog, maar een ding. Nee. God, ze knappen. Ja. Je moet voorzichtig doen. Delicaat zijn ze. Het zijn eieren. Oh, ik ruik het. Ja. Nee, Poes, ik ga dit niet doen, hoor. Oké, okay, het valt succes, nog mee. Succes, meiden. Ja, ik ruik het ook door de dingen. Nee, het valt nog mee.
Oké. Dichtmaken ook, hè? Ja. Anders gaan ze weer. Oh, shit! Woehoe! Ik krijg traanogen. Jij ook? Hehe. Moeten we die even een bril op? Ik ruik het ook, hè? Ja. Ik heb ze bijna allemaal vanaf hier. Oké. Oh, kijk, hij is kapot. Zie je dat? Ja. Oh, hier liggen er nog veel meer, joh. Kut. Oh. Oh, mijn ogen. Oh my god, je hebt echt heel veel. Oh. Dit is nog niet eens een kwart, hè? Nee, ja. De rest ligt allemaal daar. Au. Oh, mijn ogen. En wij maar denken dat die kippen geen eieren leggen. Ja, echt hè? Zijn echt niet van de leg? Oh, dit is niet normaal. Nee, ik vind het niet meer leuk hoor. Gadverdamme. Nee. Komt in gezicht. Hij ontplofde. Ja, in ons gezicht. Godsamme. Oké, joejoe. Ik ben blij dat je een mooi pak hebt, Merel. Ik ook. Ja, en nu? Gadverdamme. Moet ik hem afdoen? Ja, ik durf niet. Ruik je wat? Ja, dat is best wel heftig. Ja? Ja. Oh. Oh. Doe, hou maar op. Ja? Oké, maar hij ontploft in ons gezicht. Ja, ik wil een veiligheidsbril, poes. Ja. We gaan die zoeken, ja? Oké. We gaan Bren vragen. Bren! En is hij daar ook? Ja, hij hoort je natuurlijk niet met een masker. Oh, dit is echt erg hoor. Ja. Is Brandon daar? Oh. We moeten echt een veiligheidsbril hoor. Ja, nou ja. Er is een spetter. Had je een spetter op je? Nee, dat niet. Maar ik zag gewoon vliegen. Ik ook. Zo, mijn ogen ook. Wie ze? Ja. Daar zit Dylan. Misschien heet Dylan het. Oh. Kan je schreeuwen naar Dylan of die weet waar de veiligheidsbrillen zijn? Dylan! Waar zijn de veiligheidsbrillen? Weet ik. Duikbril. Duikbril is ook goed. Zonnebril. Zonnebril kan ook. Ja, hij ziet wel de eieren minder goed. Maar dan zie je ze niet heel goed aankomen, hè? Die ontploffingen. Ja, inderdaad. Hij knapte in ons gezicht. Dit is echt. En de voet. Gewoon bril. Kan ook. Okay. We hebben geen veiligheidsbril meer. Ja, Bren had er eentje daar toen. Bij, weet je nog bij het lassen? Dat die hierbij ligt. Ik heb wel slijpspullen hier weer neergelegd. Ja! Yes. Doe jij maar op, jij zit dichterbij. Oké, lekker graag gefixt. Dan kunnen we door. Ik ben kijken vanaf hier even het eten. Ja. Oké. Goed. Dit is erg, hè? Dit is echt niet normaal. Dit had ik nooit verwacht toen ik me opgaf voor Ethiopië. Ik ook niet. Eieren rapen. Lijkt me Pasen. Nou. God, Lucy denkt ook, wat de fuck is dit? Hoi, hoi. Zo, die is ook bang.
En ook Charlie even moet pakken. Ja. Er ligt een brandenkastje. Oh. Ik ruik het hier al doorheen. Oké, de eieren klapten al in ons gezicht. Ja. Maar je moet even kijken hoeveel we er al hebben. Het is echt mogelijk. Ze zijn allemaal gebroken. En dit is nog niet eens de helft, hè? Oh. Oké. Oké, ja? Ja, ogen 2. Heb je bril op? Oh. Oeh. Wel ooit of het gelukt is. Als het gelukt is. Ja, maar weet je hoe lang dit gaat doen? Ja. Nee, weet ik niet hoe lang ze er liggen. Kijk, gewoon eieren die we vanaf nu hebben. Oh, kijk, ze helemaal damp. Ja. Die kunnen we gewoon lekker laten liggen. Die gaan heus niet kapot. Het zijn maar vooral de achterste, denk ik. Maar ja, zie daar maar bij. Maar ja, hoe vaak hoorden we in het huisje van die tok, tok, tok eronder, hè? Ja. Dat we nooit erop zijn gekomen van die zijn eieren aan het leggen. Echt, hè? Dat is echt stom. Okay. Maar ik moet natuurlijk wel meedoen met Carlos Nens. Nee. Ik moet wel even in de gaten houden. Ja. Nu word ik al misselijk, hè? Ja, ik ook. Ook niks. Daar, achter. Kom door die bril. Daar, zei je? Ja, iets naar links, volgens mij. Ik zie er 1. Oh, daar, 3. Dat is nog moeilijk ook. Er liggen ook allemaal kabels. Nee, irritant, hè? Oké, dit zijn de laatste die ik zie in ieder geval. Maar nu moeten ze nog in een zak. Nou, daar zie ik nog helemaal in de hoek. Dan. Ja, helemaal vooraan, hè? En hier volgens mij ook nog. Ja, kun je die planken weghalen misschien? Kunnen we het daar niet openmaken aan de zijkant? Hier zo, met een schep. Weet ik niet. Maar er zitten planken. Ja, daaronder, denk ik. Hoop ik. Kijk de zitten, joh.
De schep is weg. Maar dat kan ook toch? Maar er zitten planken, poef. Ja. Oh, die geur. Hier erg sappig, toch? Wacht, ik pak even die ander. Er zit toch een schep staan? Poes, pak hem dan! Mag niet van de baas. Ja, hij is de baas niet? Nee. Hij gebruikt hem nu toch niet? Achterlijke mensen. Ja, inderdaad, ja. Zeker. Achterlijke mensen. Hij denkt het echt, jongen, knees. Oh, dit is wel een goeie. Hé, hey, dit is wel een goeie, poes. Ja. Ruik je daar al wat? Nee. Niet veel. Nee? Ik heb twee eieren opgegeten. Niet onder het huis vandaan, maar gewoon van de winkel. Okay. Maar... ik ruik hier niks. Nee? Oh, dan is het alleen daarachter. Hier nog ook? Oh ja, nee, hier ruik je het wel. Ja, ik doe even stap naar achter, als je niet erg vindt. Ja. Oh, zie je het al. Zie je zo? Ja, bijna. Wat zie je? Eieren. Oh god. Oh, ik voel mijn maag draaien, jongens. Ik ga ervan door. Ja, het is echt vreselijk. Succes! Thanks! Zie je ze? Dat dacht ik. Ja. O jee. Pas op. Fred, wat is er nou aan de hand? Niks. Loop boos weg. Oh, mag ik hem wel lenen? Ja, we hadden hem even nodig. Oh, okay. Ze zijn bezig met die kieren. Ja, nee, ik dacht dat je hem zelf wilde gebruiken. Ja. Hè? Daarom zei ik al, maar je liep al boos weg. Van, oh, dan gebruik ik hem nu even, dan kan je pakken. Oh, dat hoorde ik niet eens. Nee. Oké, okay, thanks. Oh. Ja, wacht, dan pak ik hem even. Ja, dat is beter. Oh, ik zie het. Allemaal witte eieren. Ja, dat zijn die witte. Het heeft ook niet veel zin. Kan hij daar niet bij? Wow. Hey! Dat is één. Oh, chill. Je bent veel beter dan ik daarin. Die zijn best wel nieuw, of niet? Ja, deze zijn volgens mij niet heel vies. Maar het zijn er wel heel veel. Ja. Is het die berg die je bedoelde? Nee, die zit hier. Oh, sorry. Hier zit ook nog iets. Oké. Okay. Oh, kijk dan, poes. Ja.
Volgens mij heb ik ze hier allemaal. Okay. Zijn er 18? 18? Ja. Lievelingsgetal, hè? Kunnen die planken niet gewoon aflopen? Oh, kut, sorry, nog een plank. Oh, ik ben warm. Het is wel een lange mix hoor, voor iemand die maar in de mix komt, toch? Ik denk dat dit Andrea is. Nee, Shelly heeft toch dansles? Ja, Andrea heeft DJ-les. Oh. Dat hebben ze niet snel handig gepland. Nee. Kan je dat niet beter met die schep doen, Poes? Ik vind dat te kijken, ik zie niks liggen. Oh, ik vind het warm, man. Nou, ik wel hoor. Ja? Ja hoor. Kijk maar. Oh ja. Ik zie alleen voor de rest volgens mij. Kan jij eens kijken? Ik kan niet bukken in dat pak. Ik zie niks. Helemaal niks? Nee. Maar er lag hier wel heel veel, hè? Ja. Ik kom hier met nog wat anders. Hebben jullie een zaklamp? Want ik ging met Lexe in de zaklamp kijken. En toen zagen we het. Maar wacht. Als ik nou even vanaf daar ga kijken, hè? Daar zagen we ze liggen toen, toch? Ja. Ja? Ja. Ze liggen hier. In het hoekje. Oh, jezus, onder de veranda. Oh. Hier liggen ze allemaal. Okay. Onder de veranda dus. Ja, maar ik krijg ze er niet uit. Moet ik met de schop op? Moet ik met de hak proberen? Oh mijn hemel, kijk dit. Wacht, hou ze. Pak ik de zak. Oh mijn god, dit zijn er zo fucking veel. Maar die zijn best wel nieuw, toch? Ja, deze zien er niet heel erg uit. Ugh. Oh, die vliegen erop. Nog eentje. Ja. Dat hoeft niet, dat doe ik wel. Waar zit schoffel in? Ik krijg hem er niet uit. Zoals kip stront. Oh, hij is open. Oh. Oh, baba. Oh, poes.
Oh my god. Nee! Ontplofte die? Oh nee! Kutte eieren. Ik vind het echt niet leuk meer, hè. Waar ligt hij? Ik durf niet meer, man. Ik ook niet, ik vind het heel eng. Oké, maar we kunnen dit. We gaan het gewoon doen. Oké, hou de zak op. Hey, een slipper. Heb je de zak? Ja. Oké, komt hier? Ja. Waar zit er weer een? Hè? Waar zit er weer een? Wat? Ga je die weer ontploffen? Ik weet het niet. Ik hijg heel erg, dat is het enige wat ik hoor. Oké, wacht, met de schoffel kan het wel. Oh, de geur weer. Baba. We hebben wel meer vuilniszakken nodig, denk ik. Ja. Oh. Waar ligt die zak hier? Ja. Oh. Was er nog meer daar? Ja, dat weet ik dus niet meer. Dit is ook echt wel wat voor ons, hè? Maar dadelijk ontploft die. Die zak? Ja. Doen we die aan de zijkant? Dan? Oh, alles weer eruit. Ja, dat is natuurlijk ook echt een domme zet. Kut, sorry. Ik voel er nog een. Hé! Hey! Kijk, die vieze kip er weer bij. Volgens mij was dit het. Ja? En dan nog aan die kant zeker. Kijk nou wat die kippen aan het doen zijn. Oh, hou op hoor. Gadverdamme. En die eieren moeten we in een zak. Zitten die hierbij, denk je? Nee. Denk ik. Kan je erin doen? Nee. Ingrid. Kom maar weg. Wacht. Maar moet er aan de andere kant ook nog tussen?
Nieuwe zak pakken of niet? Ja, en die zullen ze daar in de zak doen. En ik weet ook niet of alles daar weg is nu, hè? Misschien nog in de andere hoek even kijken, maar... Ja, en achter sowieso. Oh, allemaal vliegen. Kan je hem openhouden? Mm-hmm. Heb je het al? Die geur! Wil je niet zo in mijn gezicht houden? Sorry. Ja. Ja. Het lukt me niet! Jawel, het gaat goed! Je moet even, kan je hem aan de voorkant pakken? Nee, die zak. Ja. Ja, lekker poes. Moet je even doen?